President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de rattenplaag die nu in Nikeri heerst geen eenvoudig vraagstuk is. Hij zei dit gisteren tijdens een Opoyari-vergadering op zijn kabinet. Het staatshoofd merkt op dat dit probleem deskundige aanpak behoeft en door een speciaal team aangepakt zal worden. Iedereen denkt aan de meest gemakkelijke oplossing. Breng rattengif, zet rattengif daarvoor de rat en is opgelost. Nee, dat is niet direct de oplossing. Het kan leiden tot een nog grotere crisis. Dus hiervoor moet je een team van deskundigen hebben. We hebben de minister van LVV gevraagd om in de lead te gaan. Samen met andere ministeries, maar samen met andere organisaties, samen met NIMO, samen met andere deskundigen om de juiste maatregelen te treffen. Want als je het ongecontroleerd doet, dan krijg je een zodanige schade dat die schade die kan ontstaan buiten de reis veel groter kan zijn. En dat kan dan te maken met milieu, dat kan te maken met gezondheid van mens en dier. Santokhi zegt dat een enorm probleem zal ontstaan als niets gedaan wordt om de zaak te verhelpen. De rattenplaag kan namelijk leiden tot andere gezondheidsproblemen binnen de samenleving, met alle gevolgen van dien. Zoals de ziekte van wijl en uiteraard de vernietiging van je productie. Nogmaals, hier moeten de juiste maatregelen gaan treffen, dat inderdaad dat kwaad bestreden wordt. En dat daarmee dan ook de productie van rijst gegarandeerd is en dat in ieder geval die neveneffecten niet overzwaaien naar andere sectoren die we op dit moment niet nodig hebben. Daarvoor is een team aangewezen om dit goed te coördineren. Inmiddels zijn de autoriteiten ook bezig met het bestrijden van de plaag door gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij laat in een persbericht weten dat foto's van dode dieren die thans gedeeld worden op social media niet afkomstig zijn uit de gebieden waar LVV rattengif heeft verstrekt aan rijstboeren. Ook laat het departement weten dat gelet op de rattenpopulatie en de aangerichte schade aan de landbouwgewassen er sprake is van code rood.